En het is echt zo ongelooflijk koud. Maar wat het lekkerste is, in ieder geval wat ik wel kan zeggen, maar wat ik een beetje nog geheim wil houden. Voor super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Potts, zoals iedereen weet. Ik ga lekker dadelijk even lekker. En het is een beetje minder dan gisteren, de zon. Want het staat niet zo scherp, maar dat maken we al een leuke dag van natuurlijk. Wat ga ik allemaal doen? Ik ga even video's geëdit. En nu lekker spanning gaan luisteren. Lekker daardoor op de tv, relax. Duimpje. Oké, ik heb voor af en toe wel een raar duimpje. En ik zit hier ook natuurlijk met een bakje koffie. Meer mijn tweede bakkie. En ja, maak er gewoon lekker een toffe dag van. Ik heb dadelijk een gesprek met Ari over RTW. Dus maar zou tof zijn als jullie aanstaande dinsdag gaan luisteren op RTW. Frequentie is 105.8. En of je kan ook luisteren op www.rtw.nl. Dan kun je allemaal meeluisteren. En ik ga nu maar even lekker rustig houden en lekker een bakje koffie genieten. En een beetje rustige gedachten van maken. En kan ik ook vertellen, vanavond komt hier naartoe, hierheen. Dus, maar ja, even een beetje dingen schoonmaken ook. Maar ja, ik ga even dadelijk klaarmaken om naar werk te gaan. En even dadelijk dingen op computer doen, maar dat is niet zoveel. Dat is één ding en dan ben ik klaar. Dat is eigenlijk één ding werk. Klikwerk en ik ben klaar, dus zo gedaan. Dus, ja. Ik hoop dat het zonder een beetje sneller gaat worden. Dat schijnt eigenlijk maar ja, dat gaan we nog zien. Nu even lekker van een kluipje met een lekker bakje koffie. Nou, ik ben nu richting een bankje bij het station in de buurt. En ik ga daarna gelijk ook naar mijn werk toe. En het is echt zo ongelooflijk koud. Maar wat het lekkerste is, in ieder geval wat ik wel kan zeggen, maar wat ik een beetje nog geheim wil houden. Voor de kerst heb ik een huisje. Hou het daarop houden. Dus verder ga ik niks over hebben. Alleen voor de kerst heb ik al een huisje, dat is heerlijk. Dus ik ga daar nu ook al richting werk. En als ik uit mijn werk kom, heb ik dadelijk een gesprek met begeleiding. Maar daar ga ik nog over hebben. Maar ik weet niet of diegene al in de vlog wil of niet. Maar ik heb gedacht van niet. Dus, maar dan ga ik nu snel naar mijn werk toe. Even lekker werken. En voor de rest zie je wel. Hey. En ik moet stoppen. En ik kan weer doorrijden. Hey, een Belg rijdt voor me. Een Belg met een Range Rover. Wauw, dat is wel een mooie auto. Nou, ik ga maar om. Oh, kan ik rijden of niet? Oh ja, kom maar op, vriendje. Nou, kom op, rijden. Ja, gaan we nog wachten of... Hij wil daar parkeren. Nou, dan ga ik even toe. Oh, gaat goed. Maar ja, ga snel mogelijk naar mijn weg toe. Nou, ik heb even ook nog even lekker boodschapjes gedaan, trouwens. Toen ik klaar was met werken. Want ik heb even schoonmaakspullen gehaald voor een huisje binnenkort. Want ik even broeden en alles. Dus ik ging dag netje, ik ga avonds halen. Toen hoef ik niet meer te halen. Gewoon dat is een beetje voor dingen. Soms moet je sommige dingen kan je vrij denken. Soms dingen kan je gewoon mee wachten. Nou, dat is wel een beetje moeilijk altijd. Sommige dingen moet je snel mogelijk hebben. En ik dacht, weet je, ik ga nu even snel mogelijk halen. Want ik weet hoe ik ben, dan vergeet ik het weer. Ik denk shit, dan ben ik te laat. En dan moet ik gelijk op de dag zelf doen. Terwijl dat ik misschien helemaal te laat mee ben. Maar ja, ik ga nu maar snel mogelijk naar mijn huis. Even lekker eten. Ik ben benieuwd wat ik ga eten. Ik heb wel ongelooflijk honger. Maar we gaan kijken wat er op het menu staat. Wat zou er op het menu staan? Maar dan gaan we zien. Nou, ik ben nu naar richting Toos en Ari. Ga ik voor een gesprek. Ga ik daar voor RTW. Maar ik kan één ding zeggen. Sommige mensen zijn zo triest, ik noem geen namen. Maar ja, dan moet je maar laten gaan. En niks van aantrekken. Ik heb diegene begrijpt.
Maar ik ben nu niet op ingegaan. Ik ben te negeren. Verder ga ik ook niet op hebben. Laten we maar snel mogelijk naar Tozenaai gaan. Een lekker gesprek voor RTW. Dus over volgende aanstaande dinsdag natuurlijk. Gaan jullie allemaal nog horen. Het zou tof zijn wat ik al kan zeggen. Als jullie allemaal gaan luisteren. Ik ben benieuwd of jullie gaan luisteren. En wat ik ook nu kan zeggen is. Je wordt laatst tijd ook kapot snel koud. En ik moet echt tijd voor handschoenen hebben. Maar dat ga ik ook binnenkort even achteraan denk. Haren. Dus. Maar ja, gaan we snel naar het Tozenaai. Even lekker gezellig houden. Dus ja. Laten we snel gaan. Nou, ik heb trouwens even mijn kamer een beetje veranderd. Want dat was ook nog nodig geweest. Want dat had ik vanochtend gedaan. Had ik vergeten te vertellen. En ik heb nu zo staan. Dus. Maar wat ik nu ook ga doen is. Dat ik lekker een badje nemen. Dat is ook wel even eerlijk. En dat ik maar even. Ik heb ook een gesprek gehad met Arie over RTW. Ging helemaal goed. Ging perfect. Ging heel voor mijn ogen. En ik ga nu maar eerst even mijn bed doen en dan lekker slapen. Even dingen even nog daar regelen en dan voor de rest komt het wel goed. Dus laten we dat ook even doen. Dekbed even omwisselen denk ik maar. Dus, maar ja. Ik ga nu maar lekker slapen. En ik hoop dat jullie deze vlog allemaal leuk hebben gevonden. Vonden jullie in ieder geval deze vlog leuk? Doe sowieso een blauwe duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zou tof zijn. Als je hier beneden abonneert en ben je nog niet op Kim geabonneerd? Zou tof zijn. Als je hier beneden op Kim abonneert. En dan wens ik je vast veel kijkers in een nieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik je hierbij later. I love you.